Recording gestart. Yes. Welkom allemaal, goedemorgen bij deze derde NUTS-meeting alweer. Ik zie dat we eigenlijk alleen maar nieuwe mensen hebben, dus dat is hartstikke leuk, behalve wij zo. Misschien goed om even een kort voorstel rondje te doen. Even, even vertelt wie je bent, voor welk club je bent en waarom je hier bent. We beginnen al even van links naar rechts voor ons, dat is wel even anders, wat we zo zien. Ik wil even bij Peter Leppers beginnen. Ja, prima. Peter Leppers, werk bij NEDAP, producteigenaar van Karen. Aangesloten bij NUTS omdat we geloven in het initiatief en omdat we gaan kijken hoe we iets met consent kunnen doen. Dat is de eerste stap volgens mij. Karen is ons cliëntprofiel, mantelzorgnetwerk en uiteindelijk PGO, wat we aan het ontwikkelen zijn. Het is een product dat we al 7 jaar doen, gegroeid van mantelzorgnetwerk tot veel meer. Oké. Okay. Dankjewel, welkom. Dan is de volgende Egbert. Egbert kan... Ja, sorry, ik zet mijn mute standaard aan, omdat anders er soms echt op de lijn komt. Dus ik moet soms even naar het knopje, dus sorry daarvoor. Dus, en dan gaat er hier een klokje tikken, dus dat schiet allemaal lekker op. Egbert Vergelder, werkzaam binnen ProMedico. Ben daar 5 jaar nu werkzaam in de rol van... verantwoordelijk voor business development en product management binnen ProMedico. Reden waarom ik aansluit is omdat we vanuit... ik heb gisteren tegen een groepje van NEDAP verteld van... Ik denk 15 jaar met een stuk frustratie rondloop van dat we een aantal dingen in zorg en ICT kunnen versnellen. Dat dat niet goed van de grond komt en dat we daarom ook een ander initiatief zijn gestart een aantal jaren geleden. Dat heet nu Community Centrale Voorzieningen. Lijkt heel erg op wat we binnen NUTS willen doen. En vandaar mijn belangstelling en dat ik aanhaak vandaag. Cool. Misschien even voor de mensen die niet weten, wat is ProMedico? ProMedico is een ICT-leverancier voor oplossingen in de eerste lijn zorg. We leveren onder andere oplossingen voor huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, apotheken, keteninformatiesystemen. Dus om de zorgregio's en zorggroepen te bedienen. En daarnaast hebben we een persoonlijke gezondheidsomgeving oplossing. Dat heet Mijn Gezondheidsplatform. Oké, okay, goed. Top. Dan is de volgende, is Mark Lenslink. Ja, Mark Lenslink. Ik werk voor Chipsoft. Ik ben technisch en innovatieconsultant, vooral verantwoordelijk samen met collega Evelien. Misschien kennen jullie die voor zorgplatform, waarmee we digitaal geest willen uitwisselen tussen zorgverleners, maar ook met derde partijen. Ik vind dit een heel relevant onderwerp, zeker als we het over interoperabiliteit hebben. Dus vandaar haak ik aan. Het enige is, ik was eigenlijk vanochtend pas op de hoogte gebracht van deze meeting. Dus ik moet ondertussen heb ik wel nog andere afspraken. Dus ik zal een beetje aansluiten en weer terugkomen. Oké, okay. Nou de ervaring is dat deze meetings ongeveer een uur duren. Afhankelijk van hoeveel het onderwerp is. Oh, oké, okay, prima. Ik wil altijd later nog weer terugkijken, mocht ik een stukje missen. Mooi. Dank voor je introductie. Inmiddels is er nieuw iemand nog aangeschoven, Remco. Niet of Remco inmiddels de audio-video aan heeft. Anders wachten we daar nog even op. Gaan we vast even naar Pieter Bos. Oh, ik ben Pieter Bos. Ik werk inmiddels zo'n 10 jaar bij NEDAP Healthcare. En ik ben daar een van de aanvoerders van het administratieve teams. En ik ben betrokken bij de ontwikkeling van ons dossier. En ik sluit aan omdat ik wat meer wil weten over... hoe we het beste met vanuit NEDAP Healthcare met NUTS zouden kunnen aansluiten. Top, dankjewel. Jij vervangt ook Guus Droppers, begrijp ik, die vorig jaar. Ja. Oké, okay. Cool, dankjewel. En Remco zien we inmiddels. Ik weet niet of Remco ons hoort. Ja, ik kan je best ook horen. Hallo allemaal. Tom, je hebt misschien de intro gemist, maar de vraag is of je misschien even zou willen voorstellen wie je bent, welke organisatie je bent en waarom je hier bent. Ja, Remco Timmer van Philips. Ik werk veel samen met Vitehealth natuurlijk, onze recente acquisitie vanaf december.
En ik ben breed uit geïnteresseerd in e-health-toepassingen. Ik leid zelf een venture binnen Philips. Die voorneemt dus om een, wat in Nederland heet, een PGO uit te rollen. En daarin hebben we veel te maken met problematiek rond koppeling met het zorglandschap. Informatieinfrastructuur in het zorglandschap. Betrokken bij het Met Mij-programma, et cetera. En daarom mijn collega Alex van VitalHealth me uitgenodigd om een keer in te zitten in deze call. Om te kijken waar het hier allemaal over gaat. Als wij ook geïnteresseerd zijn en ook al verschillende malen aan bijvoorbeeld VWS en economische zaken, hebben we geduid dat het goed zou zijn als er een gedeelde infrastructuur is voor het zorglandschap in Nederland, waar e-health-applicaties effectiever koppeling mee kunnen maken. Niet iedereen die investering voor zichzelf moet nemen. Dankjewel. Sorry voor de achtergrondgeluid. Ja, yes. Dankjewel voor de introductie ook. Ja, wij zijn wel een soort van de rode draad qua aanwezigheid nog steeds. Kun je het van ons ook voorstellen? Nou, dat doe je het even voor ons. Oké, ja, heel kort. Mark, Steven, Wout en Tim van Nedap. En wij zijn naast... Ja, we zijn in dienst bij Nedap, maar we zitten 100% op Nuts. Dat is een hele korte introductie. Even naar de agenda van vandaag. We hadden geen agendapunten ingediend gekregen van anderen. Dus wij hebben alleen de punten zoals we die gecommuniceerd hebben met jullie. En we willen even beginnen met de reactie op Vitalink. Tijdens de vorige meeting heeft Alex van de Bachelor van VitalHealth iets gepitcht over Vitalink. Een Belgisch concept als het gaat om samenwerking in de zorg. En had vragen gesteld aan de rest van de community van kun je daar eens iets in verdiepen en kijken of dat wat zou kunnen zijn. En Steven, jij had daar naar gekeken. Dat klopt. Ik heb het platform eens doorgekeken inderdaad. Vitalink, als ik het zo begrepen, is een oplossing die dus door een grote, ja, zoals eigenlijk het ziekenhuisfonds vroeger hadden, is opgezet. En er zitten best wel een aantal interessante aspecten in. Een van de dingen die ze heel goed voor elkaar hebben gekregen is binnen een jaar of twee hebben ze eigenlijk een heel bijna een soort landelijk zakenpunt uit de grond getrapt. Dat is best wel indrukwekkend. Dus dat is wel mooi. Alleen wat een aantal zaken die we dus wel opvallen. En als je dat dan gelijk op onze standpunten. Het is natuurlijk een centrale dienst waar ook echt data in wordt gestopt. En het daaruit weer uit opgehaald wordt. Dus in principe staan we in een grote server waar dan gegevens in gaan. Die data is wel netjes versleuteld met een aantal sleutels die verspreid zijn. Dus dat is natuurlijk wel een mooi concept. Dus even kijken. Ja, de patiënt heeft nog niet een hele centrale rol erin. Dat, aan de ene kant zie je wel dat vanuit een uitgangspunt wel zo wordt gepresenteerd. Maar als je goed oplet, dan zie je uiteindelijk staan de Vitalink Gateway ondersteunt actueel de toegang door patiënt niet. De toegang via Vitalink Connector blijft voor deze doelgroep behouden. In de volgende fase wordt er iets voor toegevoegd. Nou ja, dat is volgens mij wel jammer. Ik zou graag wel, als we dat met Nuts, dat meteen die patiënt vanaf moment 1 eigenlijk gewoon meenemen. Transparantie gebruikt is heel mooi. Het leuke van te zien is dat de Belgen hebben hun eigen dataformaat ontwikkeld. Dus wij kijken natuurlijk naar FHIR, naar AL7 versies en dat soort zaken. XDS, maar ze hebben de KMEAR. En dat is iets wat ze zelf hebben verzonnen. Doe maar op. Oké. Dus ja, dat is een beetje. Ik heb er even naar gekeken. Dit zijn de dingen een beetje die mij opvielen. Ze hebben zich op dit moment beperkt door een medicatieschema, vaccinatieschema en een medische samenvatting. Dus dat betreft lijkt het ook een beetje op wat we met langs gaan kunnen doen. Ja. Okay. Kunnen wij dan nog iets mee vandaag, denk je? Vandaag de dag. De infrastructuur verschilt dus heel erg met wat we voor ogen hebben. Dit is een centrale dienst waarbij ze ook nog gebruik maken van eigen databouwblokken. Dus in zoverre denk ik niet. Ik denk wel dat het interessant is om te kijken hoe zij bijvoorbeeld voor elkaar gekregen hebben binnen 2 jaar een netwerk als dat op te zetten. Dus misschien is het leuk om eens een keer te kijken of we iemand daarvan kunnen spreken. Ik heb het netwerk opgezet, dus ze hebben ook andere leveranciers allemaal aangesloten. Ja, dus huisartsen, ziekenhuizen, zorg. Ja, dat zijn een beetje de clubs inderdaad die nu mee. Er zijn best wel wat behandelaren en patiënten zitten. Ja. Misschien is dat nog even een vraag aan Remco om even terug te geven aan Alex van VitalHealth. Misschien kan hij een linkje leggen met Vitalink, zeg maar. Om eens een keer te verkennen inderdaad hoe ze dat hebben aangepakt. Ja.
En wat ook interessant is, dat er is geen keuzevrijheid in de regio. Dat maakt natuurlijk op zich niet zoveel uit, maar dat betekent wel, het is, we kunnen niet, zeg maar, we kunnen niet heel makkelijk dingen van hun. Prima, ik zal even nagaan bij Alex waarvan waar de interesse was en wat voor contact hij tot nu toe heeft en kijken of we zo'n persoon die vraag kunnen stellen. Is het nou een overheidsgefinancierd? Ja. Dat lijkt me een heel groot verschil. Ja, ja, dan kun je het gewoon in fietsen. Ja, ja, tot straks. Welkom Leendert. Ja, in de tussentijd. Ja, dank Leendert van Overwind nog even binnen. Kan je heel kort jezelf voorstellen? Ja, de rest. Leendert Gelder, ik werk als projectleider bij OZO Verbindzorg, waarin we een communicatieplatform implementeren. En dat communicatieplatform gebruiken we weer van CGM Zorgverband. Yes, jullie zijn geen softwareleverancier, maar je gebruikt wel software van de partij die te bereiken voor betere samenwerking. Ja. Oké, welkom. Je hebt even het eerste agendapunt gemist, maar dat kun je dan straks terugkijken. Ja. Oké, heeft iemand nog vragen of opmerkingen over Vitalink? Nee? Top. Ik zie wat hoofdjes schudden. Gaan we door naar het volgende onderwerp. Sorry, we hebben last van mijn stem, dus ik af en toe terug van stand van zaken organisatorisch. Het is wel een terugkerend thema. Even een update geven, want waar staan we in de organisatie van Nuts? Even vier punten van de afgelopen weken, dingen die we hebben meegemaakt. Tim, kun je iets vertellen over de meeting die we met Actis hebben gehad? Ja, dat zal ik proberen. Actis is de branchevereniging voor heel veel VVT-instellingen bij zijn aangesloten in Nederland. Ja. Twee weken geleden ben ik met Wout naar Actis geweest. Daar hebben wij gesproken met Jerry Fortuyn en Amir Mulder uit mijn hoofd. En die, eigenlijk was het voornamelijk een kennismakingsgesprek. En een gesprek om het te hebben over de zorgen die we hebben over hoe gaan we verandering teweeg brengen in de sector. Ben ik goed te verstaan trouwens op deze afstand? Oké, mooi. Dus we hebben ze een beetje verteld wie we zijn, wat we doen, wat Nuts is, waarom wij denken dat het belangrijk is, waar we ons ook op willen richten en waarom niet. En dat was een hele aangename kennismaking, vond ik zelf. Ja, ook. Ja. En we hebben het dus gehad over hoe kunnen we ervoor zorgen dat we verandering teweeg brengen, anders dan door heel veel geld aan ICT-leveranciers te geven die er vervolgens niks mee gaan doen. Of kunnen doen. Of kunnen doen. Dat zie je toch vaak een beetje dat verandering gestimuleerd wordt door geld te geven aan zorginstellingen met een oormerk. En het oormerk is dan innovatie. Die zorginstelling gaat ermee naar de leverancier en de leverancier zegt, sorry, maar ik heb gewoon een ontwikkelagenda en ik heb beperkte capaciteit. Dus bedankt voor je geld, maar we doen gewoon lekker, we toch een plan maken. En dat is natuurlijk een beetje frustrerend in de branche. We hebben daar een beetje op gebrainstormd. De conclusie daarvan was dat wij eigenlijk niet echt de oplossing hebben en zij ook niet. Maar dat ze wel openstaan voor ideeën die wij vanuit onze community misschien kunnen aandragen. Dat denk ik te doen. Een vraag daar is, zijn ze al betrokken bij de nieuwe VIP-regeling voor VVT? En het vormen daarvan? Dat was eigenlijk de aanleiding. Ik heb ze een brief gestuurd 2 maanden geleden naar Actis, omdat ik nu inzicht heet wat toen een nieuwe VIP-regeling voor de care was. Om aan te geven, ik heb mijn zorgen geuit namelijk, want er komt 40 miljoen beschikbaar. En ik zie het als risico dat dat straks 40 miljoen verbrandt in de consultancy-schoorsteen van Nederland. En dat we niks verder zijn op technologisch vlak. Ja. En dat was blijkbaar voldoende prikkelend om een meeting te krijgen bij Actis. En we gaan nu vervolgafspraken plannen. En het triggert mij meteen. Ik zal, als we een datum hebben, dat ook meteen delen met jullie. Want we zouden dan graag ook met iemand anders gaan die daar interesse in heeft om mee te gaan. Dus mij is het goed dat we ook met meer partijen ons gezicht laten zien bij dit soort instanties. Ja. Ook omdat mijn beleving is dat zij het vaak ook niet weten, zeg maar. En, nee, dat hebben ze ook hard op bevestigd. Precies. En goede ideeën kun je alleen maar stimuleren als je er weten hebt. Dus dat vind ik wel even goed om te melden over Actis. Ja. Tweede onderwerp. We hebben deze week nog gesprek gehad met Promedico en OZO, die toevallig ook allebei nu aanwezig zijn. Iets over vertellen wat? Ik wil Egbert ook iets over vertellen, dat is wel veel leuk. Dat kan ook. Dat zijn wij een keer hier. Egbert, wil jij iets over vertellen? De afspraak die we woensdag hebben gehad?
Ja, dat kan. En dan denk ik dat we ons met name moeten focussen op hetgeen wat dan ook nuts weer raakt. Hè? Want we hebben verschillende onderwerpen besproken daar. Dus we hebben eigenlijk twee dingen gedaan. We hebben een stukje verkend van wat is de overeenkomst met wat er binnen de centrale voorzieningen gebeurt, wat er binnen nutsen gebeurt. En we hebben ingezoomd op een specifiek onderwerp rondom multidisciplinair overleg. Of eigenlijk gaandeweg onze discussie kwamen erachter dat we het misschien beter multidisciplinaire communicatie kunnen noemen. En wat we hebben gedaan is gestart vanuit wat is het probleem wat we op dit moment in het veld zien. Wat zijn de pains en de gains die we daar ontdekken. Wat zouden we daar aan oplossing tegenover kunnen stellen. Ook een stukje kadering gedaan over van wat bedoelen we dan met multidisciplinaire communicatie. Om dat wat scherper te hebben door allemaal hetzelfde op ons netvlies te hebben. En vervolgens heb ik nog gekeken van hoe zou je dat dan vervolgens vorm kunnen geven. En een van de belangrijke onderdelen daarin, en mogelijk ook een eerste stap die we heel concreet zouden kunnen zetten, is dat we de waarde van het hebben van een beeld van het netwerk van zorgverleners en mantelzorgers rondom een patiënt, dat dat eigenlijk een belangrijke eerste stap is. En een opstap is voor multidisciplinaire communicatie, maar ook veel breder nog waarschijnlijk voor andere dingen gebruikt kan worden. Wat ik interessant vond is van dat we met elkaar ook de eerste schets hebben gemaakt van hoe gaat dat dan in zo'n zorglandschap, hoe gaat dat dan werken? Wat bedoelen we daarmee? En ook gelijk hebben gezien de complexiteit die erachter vandaan komt van het klinkt heel simpel van we maken een netwerk hier rondom een patiënt en delen dat met elkaar. Maar als je na gaat denken over van wie mag dat dan allemaal zien en nou, hoe ga je daarmee om? Dan komen er gelijk een heleboel vragen boven tafel. En ja. ik denk dat we qua concept wel iets moois hebben bedacht met elkaar van wat dat allemaal zou in zich zou kunnen hebben. Ja, is denk ik ook een onderwerp wat we verder uit moeten werken met elkaar. En het zou mooi zijn als daar een leveranciers-onafhankelijke oplossing voor komt. Want dat is misschien, daar heb ik niet gezegd met de introductie, maar dat is misschien wel goed om te noemen. Is dat de reden waarom we het onderwerp op tafel hebben gebracht, is omdat we zien dat er in het veld een aantal partijen zijn die met initiatieven komen om dit probleem op te lossen voor het zorgveld. Mm-hmm. Alleen initiatieven zijn allemaal zo ingeregeld van dat iedereen diezelfde oplossing moet gebruiken om met elkaar te kunnen communiceren. En als je dat vergelijkt met een telecomindustrie, dan zie je eigenlijk van dat ieder kiest zijn eigen provider. En die providers hebben ervoor gezorgd dat je met elkaar kunt samenwerken. Of met elkaar kunt communiceren. Dat is eigenlijk ook wat we op dit onderwerp zouden willen in het zorgveld. Ja. Oké, dank voor je toelichting. Volgens mij kunnen we ook wel zeggen dat we geconstateerd hebben dat dit redelijk een interessante use case is. En dat we hebben gezegd dat de componenten, zeg maar, die nuts in eerste instantie voor ogen heeft om gerealiseerd te krijgen, dat die nog niet op het niveau van de use case zitten, maar wel goed is om te realiseren dat je dat soort dingen daar dus mee kunt gaan doen zo meteen. Ja. Moet wel use cases ondersteunen. Ja, precies. Maar in ieder geval geen blokkerende zaken gevonden. Dus dat is erg positief. Ja. Oké, dank voor de toelichting, Egbert. Iemand hier nog vragen over? Oké. Nou, puntje 4 hebben we ook meteen gepakt. Derde punt is nog even de stichting en de statuten, Tim en Mark. Ja, even kijken. Volgens mij heb je vorige keer iets verteld over dat we stichting aan het opzetten zijn om in ieder geval een aantal praktische dingen. Maar ook het uitdragen van het manifest en de uitgangspunten om dat ergens los van leveranciers te hebben, dus in een losse entiteit. Ja. Inmiddels zijn we zover dat we na wat heen en weer gemaild met de notaris, lijkt het op dat we een goede versie van de statuten nu hebben om klein te kunnen beginnen. Ja. Zijn we op zoek naar bestuurders? We zijn een vacaturetekst daarvoor aan het opstellen. Laten we het even netjes doen. We hebben ook al wat mensen gepolst individueel, dus er is wel interesse, dus dat is leuk om te zien. Ja. Belangrijk denk ik om even aan te geven dat wij zitten hier natuurlijk met een community van leveranciers op Leendertna. Wat we wel graag zouden willen zien in het bestuur is dat we een goede balans zien tussen leveranciers en niet-leveranciers. Met andere woorden, we zouden het ook gaaf vinden als er wat belangenpartijen zeg maar, in zitten. Die vanuit een andere pet, zeg maar, kijken en een netwerk hebben. Ja. Wat misschien ook nuttig is om te benoemen, is dat we voor dit moment ook de stichting zo simpel mogelijk willen houden. Ja. Dat we niet een hele organisatorische boom optuigen waar we heel erg druk mee gaan zijn met z'n allen, waardoor we geen software meer aan het bouwen zijn.
Dat zou natuurlijk zonde zijn. Dus we willen wel een entiteit hebben, zodat we kunnen spreken met elkaar namens het geheel, zonder daarmee meteen heel veel overheid te introduceren. Dat is het plan. Yes. Dat even als update daarover. Had je daar een vraag over, Wilco? Gok ik zo? Is het verbindingsdingetje zo groot? Ja, hij zit nu in de tunnel. Nee hoor, geen vragen. Ik kom net in de station binnen. Ja. Oké, okay, cool, thanks. Statistiek gaan we publiceren. Uiteraard, alles wat klaar is, zeg maar, en informatie zullen we met jullie delen. Als we dat soms niet doen, is het niet omdat we dat niet willen, maar omdat we met 1001 dingen bezig zijn en anders iets vergeten te doen. Dus mocht je ook vragen hebben of zo, laat ons dat gewoon weten. Zeg, heb je hier informatie over, dan delen we dat uiteraard graag. Tot zover even de organisatorische kant. PR was het volgende onderwerp. Dat is iets wat we dan graag als onderdeel van de stichting willen zien zometeen. Dus dat het niet alleen bij ons, zou ik zeggen, maar soms alleen bij mij vandaan komt. Aan onze community. Wat wel grappig is, wat jullie misschien niet weten, is dat wij druk aan het tweeten zijn altijd. We hebben inmiddels een nieuwsbrief. Ik kan ook voor aanmelden, kan andere partijen op attenderen. Dus via de website van Nuts, op de homepage, als je even iets omlaag scrolt, kun je aanmelden voor onze nieuwsbrief die we 1 keer per maand gaan uitsturen. Net de eerste keer gedaan, deze maand, vorige maand. Wat denk ik goed is om te weten, dat we op het gebied van technologie hebben voor identiteit vorige keer iets verteld over Irma. Om op basis van attribuutgebaseerde authenticatie toegang te krijgen tot data. Even heel kort samengevat. En Irma als technologie voldoet aan de uitgangspunten van Nuts. En daarmee zou je kunnen zeggen dat wij dus als community belang hebben bij het succes weer van Irma. Irma is van de stichting, Privacy by Design Foundation. En ze hebben geen businessmodel, ze zijn ook afhankelijk van financiering. Ik denk dat het leuk is om te weten dat zij een prijs hebben gewonnen vorige maand. Waar ook een geldbedrag aan gekoppeld is. Dus dat betekent dat zij ook weer een impuls kunnen geven aan de volgende versie van de Irma-applicatie. En op het gebied van PR helpen wij Privacy by Design Foundation ook weer. Zo hebben ze afgelopen maand in NRC gestaan met een artikel. Hebben mee geholpen als Nuts. En ze komen deze maand in de Technoloog van BNR. Er wordt een uur lang geïnterviewd. Ik weet niet of iemand de podcast kent. Maar dan wordt Bart Jacobs, de hoogleraar van Privacy by Design, wordt daar geïnterviewd. Ja. Een uur lang. Hou dat in de gaten. Een paar meetings geleden hadden Bart ook deze Nuts meeting. Ja, dat kan. Privacy by Design is natuurlijk ook onderdeel van de Nuts community. Ja. En ook wel leuk, die prijs die Irma heeft gewonnen, is natuurlijk niet alleen een leuke financiële impuls, maar het is ook weer een mooi teken dat we toch op een goede weg zitten. Mm-hmm. Ze hebben nu voor de zoveelste keer een prijs binnengesleept op het gebied van privacyvriendelijkheid en de focus op de goede plek hebben, namelijk die van de consument. Dus dat is voor ons weer een mooie, exact. Een mooie trigger. Alright. Iemand hier nog vragen over? Over de PR, de uitingen, toevoegingen? Dat jullie iets aan willen tekenen. Altijd welkom. Volgende punt. Stand van zaken rond de identiteit. Dus dat is meteen een mooi bruggetje. Van Irma naar identiteit. We hebben ook een aantal afspraken en bijeenkomsten gehad de afgelopen tijd. En ook op het gebied van technologie wat dingen gedaan. Wout, kun jij iets vertellen over... Ja, we gebruiken natuurlijk Irma momenteel. Maar zoals met alle technologie... fout en staat of met de adoptie daarvan. Momenteel gebruiken wij vanuit de meerderkant ook de AGB-code als attribuut. Echter, die wordt nu door de nutskant uitgegeven. Ja. En niet door Factis zelf. Dus we zijn natuurlijk met Factis om tafel geweest om te vragen van, hey, goh, kunnen jullie niet dat gaan uitgeven? We hebben ze dus uitgelegd van architect zat er ook bij. Van, dit is Irma, zo werkt het, hier kan je het voor gebruiken. Nu leken ze initieel veel enthousiaster over een interne use case om het te gaan gebruiken. En dan eventueel de attribuutuitgifte daarnaast erbij te doen. Ze waren sowieso ook geïnteresseerd om mee te doen bij de workshop die we nog willen gaan geven. Ergens in december of januari. Ja. Zodat ze ook hands-on ervaring krijgen met hoe Irma nou werkt. Maar in het algemeen zijn ze enthousiast.
En het lijkt erop dat ze ook daadwerkelijk dingen gaan doen. Ja. Ja. Ja, dat is ook een leuk gesprek. En parallel daaraan zijn we ook nog steeds in contact met het CIBG. Zij geven onder andere, of zij zijn onder andere beheerder van het BIG-register. En we willen heel graag ook het BIG-attribuut kunnen gebruiken, omdat dat ook een heel mooie eigenschap is van jou als zorgverlener, waarmee je kunt identificeren. Dat gaat wat minder makkelijk. Ons vermoeden is, en dat zegt Vectis ook wel, Vectis meer commercieel, hè, wat gepunt vanuit verzekeraars. CBG is overheid. Zegt het zelf ook. We moesten we hebben een oproep gekregen om een klachtenbrief te gaan sturen naar VWS. Ja. Nou, ik weet niet of iemands hobby dat is, mijne niet. Dus ik ben voornemens om, en ik zou het leuk vinden als andere partijen dat ook leuk vinden, maar ik wil eigenlijk onze bestuurder gaan mobiliseren om gewoon een heerlijk te rijden met mij. En dan gaan we gewoon aan de boom schudden. Misschien dat iemand voor jullie interessant vindt om daar mee te gaan. Ja, ik zou het heel leuk vinden als een andere partij dan ook meegaat. Dat het niet alleen vanuit Nederland is, maar dat we gewoon vanuit meer kanten laten horen. Joh, regelt dit, dit is gewoon belangrijk. En je kunt onderdeel zijn van het succes. Het werkveld heeft behoefte aan deze gegevens van jullie. Precies. En het leuke is, we hebben al wat mensen daar gesproken. Die zeggen ook van ja, weet je, anders zijn we maar gewoon een nutteloos register waar mensen gegevens inzetten en niks meer mee doen. En het mooie van deze toepassing die wij ook gewoon hebben met elkaar, is dat je er juist gebruik van kan gaan maken dat je die data beschikbaar hebt. En beschikbaar hebt gesteld. Dus zorg voor je. Maak je circuitje weer rond. Ja, en niet onlangs, zowel CBG als Vectis hebben wel aangegeven dat ze die verantwoordelijkheid ook willen pakken. Ja. Tenminste, een aantal mensen bij die organisatie. Want je neemt natuurlijk ook een rol op je als een soort van authenticatieprovider dan in het kader van wat wij nu weer verzonnen hebben. En ze hebben nog wel aangegeven dat ze die verantwoordelijkheid aandurven en willen nemen. Dat is eigenlijk al een hele grote... Dat is ook wel. Ik wil daar wel een kritische kanttekening bij maken als het gaat over Vectis en AGB. Ja. Daar hebben we in de eerste lijn niet zo'n hele goede ervaringen mee. In de zin van dat die codes niet echt bruikbaar zijn voor identificatie van personen en organisaties. Daar zijn inmiddels ook allerlei andere registers voor die in de landelijke infrastructuur gebruikt worden. Dus ik denk dat het waardevol is om te kijken of dat je die ook als attributen dan naar zo'n IRMA-omgeving toe zou kunnen voegen. Ja. Ja, volgens mij inderdaad is het goed om nog even te benoemen inderdaad, dan heb je het over het OSIR-register. Ja, dat is een van de voorbeelden daarin. Dat is, en daar zijn we ook op een aantal dossiers ook met VWS over in gesprek. Want kijk, het identiteitsstuk in het dossier zorg in Nederland is groot, maar niet alleen voor de zorg, dat speelt natuurlijk veel breder. Een digitale identiteit zou een heleboel industrieën vooruit helpen. En het is wat lastig dat nu per industrie daar een oplossing voor gezocht moet worden. En soms zelfs nog met private initiatieven. Dus, Ja, daar ben ik met je eens, Edward. De enige kanttekening daarbij is dat het natuurlijk mooi aan zo'n wichtje staat. Dat er bepaalde deskundigheid aan vaststaan. Ja. En die hebben in het publieke domein natuurlijk veel minder hard nodig. Maar je hebt gelijk, je moet kijken naar alle opties die er zijn. Volgens mij is het en. En misschien is het goed, we hadden gezegd, we willen best contact nemen met OESI, is het van, ook weer gezegd? Nee. OESI is van VWS. Ja, van het ministerie. Ja, want de beheerclub was weer een 34 afkort. Wie beheert het ook weer echt met? Dat is SBVZ. SBVZ, precies, SBVZ. En dat is een goede oproep inderdaad, want we hadden het daar gisteren over met elkaar van, heeft iemand daar contacten mee? We kunnen toch altijd het algemene nummer bellen. Maar misschien in deze aanwezigheid van deze mensen, heeft iemand een contactpersoon bij het SBVZ toevallig? Dat geeft wel vaak een mooie ingang. Je hebt alleen al met mogelijkheid. Nee, anders kun je misschien even binnen je eigen netwerk nog even checken. Ik ga hem gewoon bellen hoor, maar meestal weet het beter als je iemand al kent. Zeg, we hebben die koppelingen met SBVZ zo allemaal vanuit onze applicaties en dat werkt gewoon, dus dan hoef je niet zoveel te bellen. Maar wat denk ik wel goed is, is om dit ook wel op de landelijke overlegtafel nog een keer neer te leggen. En ook te zorgen van dat daar voldoende beweging komt. Over dit dossier hebben we de afgelopen maanden een aantal keren ook met Ron Roosendaal van VWS contact gehad. Die heeft beloofd dat hij dit voor de zomer opgelost zou hebben. Afgelopen zomer, ja. Mm-hmm. En dat is hem niet gelukt. En daar zit hij wel behoorlijk mee zijn maag. Dus als wij andersom suggesties kunnen doen van hoe dat je dit op een andere manier aan zou kunnen pakken, denk ik dat dat waardevol is.
Dus dan moeten we contact hebben met Ron. Ja, ik wil daar best een poging voor doen om daarbij te helpen. Maar dan wil ik wel dat we eerst intern ook even wat dingen helder hebben. Want wat ik gisteren ook tegen jullie zei van... kijk, Irma is een mooie manier, maar is een schil eigenlijk over identificatieoplossingen heen. Maar op zichzelf niet een identificatiehulpmiddel. Dus daarmee is het echte probleem is volgens mij nog steeds niet opgelost. Nee, de kern is... We hebben inderdaad, ergens moeten attributen uitgegeven kunnen worden. Er moet een register zijn. En dat register moet ook elektronisch bevraagbaar zijn door de andere kant. Je hebt die twee dingen nodig. Ja, en die registers die registers zou je nog op een slimme manier kunnen ontsluiten. Want dat is de link naar zaken als een zorgadresboek. Of een, ja. Ik wil er nog één ding toevoegen, Edward. En dat is wel een kanttekening bij, namelijk... dit moet zeg maar vanuit zorginstelling context kunnen, maar ook vanuit de PGO context. Ja. En daarom zou je inderdaad, als je bijvoorbeeld naar het UC-register kijkt, dan moet je inderdaad met de SPVZ aan tafel. Mm-hmm. Want die regelen alles vanuit zorginstellingen. Ja, ben ik met je eens. Ja. En dan zou het een soort van semi-publiek register ook moeten worden. Ja, precies. En ik weet dat jullie ook in gesprek zijn met mij. Daar komt de hele kant van hoe identificeer je personen en dus burgers in Nederland. Die dingen moeten wel ergens bij elkaar gaan komen. Dus daarom zeg ik bewust zorgadresboek en niet zorgaanbiedersadresboek. Ja, dus dat, ja. Maar je hebt gelijk, we moeten eigenlijk met laten we zeggen, er zijn nu drie soort van identiteiten die er zijn, maar ze zijn allemaal niet perfect. Misschien even over met mij. Hè. Wij draaien mee als Philips met My Health Journey. Dat is ons PGO met het Met Mij Proefsprogramma. Waar we inderdaad ook die identificatievraagstukken en alle beperkingen rond DigiD bijvoorbeeld in kaart proberen te brengen. En dat laat aan alle kanten toch wel zien dat DigiD per bron identificatie voor een sessie van 15 minuten. Ja, het is werkbaar, maar absoluut niet gebruiksvriendelijk. En zo gebruiksonvriendelijk dat wij denken dat het absoluut het succes en de adoptie van met mij als standaard wel eens in de weg zou kunnen staan. Dus we hebben dat ook al een aantal keer aan Ron Roosendaal teruggekoppeld, ook in het informatieberaad laten bespreken. We hebben alternatieve paden weer gegeven voor of andere identificatiemiddelen, of wel uitbreiden van DigiD zijn capability. Ik moet zeggen dat daar in het begin zonder enige vorm van aandacht op werd gereageerd. Heel laks. Zo van, jongens, jullie moeten niet zeuren. Dit werkt toch. Maar iets wat functioneel is, hoeft nog niet iets wat succesvol te zijn. Dat is zeker niet hetzelfde. Dus daar hebben we na lang genoeg drukken. Niet alleen vanuit ons, maar ook de andere aanbieders technologiebedrijven die betrokken zijn bij het proefprogramma. Ja, is er nu eindelijk wel echt een luisterend oor, zeg maar. Dus ik denk dat die suggesties heel welkom zijn wanneer we iets kunnen doen wat vooral ook echt veel gebruiksvriendelijker is dan DigiD zoals het op dit moment is ingericht. Want dat is echt betrekkelijk kansloos. Ik sluit me daar volledig bij, Remco. Wij doen in diezelfde programma's mee, zelfde ervaring. Dus, ja. Voor mij kunnen we daar met z'n allen wel voor iets zijn. Dat is altijd de vraag, weet je, wat gaan we dan nu doen? Ook vanuit Chips of overigens hoor, hebben we hetzelfde. Is DigiD gewoon een probleem? Ja. Ja. Ik kan er wel iets over zeggen, Mark. Ik ben inmiddels ingebeld. Het is eindelijk... Hey, hallo. Goedemorgen. Vincent van Chipsoft. Ja. Ja. Ik had een beetje slecht internet. Sorry. Wij zijn inderdaad ook bezig met het onderzoeken van het alternatieve spoor naast alle ontwikkelingen rondom DigiD. Mm-hmm. En we willen heel graag waarschijnlijk ergens begin december met alle partijen die daar interesse in hebben ergens centraal in het land een soort kennissessie organiseren rondom authenticatiemiddelen, alternatieven die bruikbaar zijn in het BSN-domein voornamelijk voor de CIS-leveranciers en buiten het BSN-domein voor de PGL's andere partijen. Dat willen we. We hebben daarover met zorgdomein gesproken, die momenteel zelf ook met een patiëntportaal werken, waar ze niet met het BSN maar authenticeren. Mm-hmm. En zij willen dat event hosten. En met mij en VZVZ hebben ook aangegeven dat ze daar graag bij zijn. Mooi. En waar dan met name waarschijnlijk Irma ook aan bod zal komen. En we willen voornamelijk dit doen om de praktijkervaringen te delen en te kijken wat er nu beschikbaar is voor de partijen, zodat niet iedereen met deze zoektocht afzonderlijk van elkaar bezig is. En
de kennis kunnen delen en hopelijk de bruikbare resultaten met bruikbare resultaten kunnen aantonen dat, dat er middelen beschikbaar zijn naast DigiD. Nou, heel mooi. Goed nieuws. Ja, want ik al zei, nodig ons vooral uit deze mensen in deze community. Ja. Ja, dat is wat we zeker doen. Een datum hebt, dan gaan we de uitnodiging gewoon binnen het netwerk verspreiden. We willen niet te veel dat het een op het moment dat je meer partijen zoals Nictis of de VWS erbij betrekt, wordt het vaak weer een stuk complexer. We willen juist die pragmatische insteek aanhouden hierbij. Prima, ik denk dat het een goed idee. Ja. Oké, dank voor de aanvullingen. Even zien, workshop. We zaten in het verhaal, stand van zaken, identiteit. Workshop nog even. Ik wil mooi aansluiten op wat jij net zei. Wat de internet zei. Ja, want wij hebben natuurlijk vanuit Nuts nagedacht over identiteit. We hebben Irma geselecteerd, wat ik net al vertelde. En we hebben zelf een proof of conceptje gedaan met Irma om te laten zien dat het werkt. En ook voor onszelf om te checken hoe het werkt. En we willen heel graag die kennis en ervaring delen, ook met deze community. Ook omdat uiteindelijk adoptie natuurlijk een belangrijk onderwerp is. Hè. We kunnen van ons verzinnen met elkaar, maar hoe zorgen we nou dat we het ook met elkaar gaan gebruiken? Dat eens zijn over de standaarden en de uitgangspunten is leuk. Hoe ga je het dan toepassen? Dus we hebben nagedacht, hoe zouden we nou een eerste stap kunnen zetten? Vorig jaar ook over gehad. Zeiden we, nou, laten we een workshop organiseren, waarin we een dag met elkaar gewoon aan de slag gaan met de technologie. Ik had gehoopt dat we nu een datum hadden, maar het was even zoeken naar een goede plek en locatie. Dus ik verwacht volgende week daar duidelijkheid over te hebben. En we mikken op tweede, derde week december, dus net voor de kerst, om een dag te prikken waarin we gaan met Irma aan de slag gaan. En dan zal ook in ieder geval de Privacy by Design Foundation zal erbij zijn met één of twee ontwikkelaars die dus alle kennis hebben van het product zelf. Wij zullen erbij zijn, omdat wij de ervaring al hebben met het zelf installeren van een Irma-servertje en daar gebruik van maken. En we zouden graag zien dat daar vanuit jullie en de andere betrokken partijen dan ook één of twee ontwikkelaars bij zijn, zeg maar, die ook al samen met de rest aan de slag willen die dag. Kennis delen. Ja. Dus bij deze de oproep, er komt ook nog wel een mail, zal ik uitsturen naar iedereen. Maar bij deze ook alvast de oproep. Om eens over na te denken van wie wij heen willen sturen. En we mikken trouwens op een locatie centraal in Nederland. Iedereen is van harte welkom altijd hier in Groenlo. Maar we denken altijd dat dat heel ver weg is voor de rest van de wereld. Dus we mikken even op Utrecht. Yes. Mark, misschien moeten we even kijken of, of het toch mogelijk is het een en ander te combineren. Ja, kan. Ja, volgens mij wat je gisteren ook aangaf, Vincent, mikken jullie vooral op een bijeenkomst om conceptueel te praten over authenticatiemiddelen. Als ik het goed heb begrepen. En wij willen eigenlijk heel graag op basis van technologie nu ook gewoon daar alvast mee aan de slag. Maar als je dus ideeën hebt om dat te combineren, is het prima. Alleen ik heb het idee dat dat een andere doelgroep raakt. Nou, misschien parallel. Maar het zou ook wel als... Ik ben het helemaal mee eens hoor, maar omdat Zorgdomein Centraal in het land zit, in Breukelen, en een locatie heeft, is het misschien mooi om juist dan toch twee soorten sessies te houden, omdat bij sommige leveranciers misschien die persoon wel dezelfde persoon is. Dus inderdaad, onze insteek was wat meer conceptueler. Iedereen informeren over wat de actuele status is en de huidige ontwikkelingen zijn, maar misschien kunnen we er ook een combinatie van maken, dat het ook een directe technische insteek heeft voor de partijen die aan de slag willen. Ja. Ik denk wel dat je voor de techniek wel een dag nodig hebt. Dus ja. Heel parallel. We zouden het ook kunnen introduceren met een aantal alternatieven. Of tenminste, de verschillende aanbod. En dat we dan bijvoorbeeld om 10:50 de praktijk induiken. Wat wel natuurlijk zo is dat de doelgroepen, wat je zegt, soms zijn dat dezelfde mensen. Dat is natuurlijk een ideale situatie. Maar ik verwacht ook wel dat er gewoon, ik zie ook wel gewoon echt dat er een paar goede techneuten met hun eigen omgeving, zeg maar, op de laptop bij wijze van spreken, een Irma-doos gaan inrichten. En kijken of ze dat zeg maar, hoe makkelijk of hoe moeilijk in hun omgeving te stoppen. Ja, nee, als we een langer programma hebben, dan moet de focus ook vooral liggen op het doen. Dus als het dan handig is te splitsen, houden we dat gewoon aan. Maar dan stemmen we daar wel even over af om te voorkomen dat er allerlei data rondgaan en het
voor geïnteresseerden niet meer duidelijk is. Vind iedereen daar zo even over te bellen? Ja, dat ik dat ja, het is heel praktisch. Ik heb toevallig net contact gehad met Actis en die willen wel een ruimte beschikbaar stellen in Utrecht. Dat is meer praktisch, maar niet zo uit. Ja, is ja. Goed. Ik zal even bellen, Vincent. Oké, okay. Yes. Okay. Cool. Yes, dat ten opzichte van identiteit. Of heeft iemand daar nog een vraag of een opmerking over identiteit? Zullen we graag naar het volgende onderwerp? Nou, ik vroeg me gewoon af, is notaris idee ook al eens overwogen? Ik weet niet wat hun huidige notaris ID. Oh, okay. Dat is, als ik het zo begreep, is dat ook een. Helemaal in het begin van met mij kwam die een keer voorbij. Ja. De bedoeling was volgens mij dat notaris iemand face-to-face ging identificeren. En daar ook misschien een stuk techniek nog achter ging halen. Ja, even heel kort mijn begrip ervan. Dat is ook niet helemaal compleet. Is dat het. Inderdaad, je moet je eenmalig laten registreren bij een notaris of een vergelijkbare dienst. Die maakt een digitale identiteit aan op basis van je identificatiebewijs. Dat is een beetje de Duitse situatie eigenlijk, hè, waar je dat Purple View hebt. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar het is vergelijkbaar als systeem. Daarmee heb je dus ook door een notaris geregistreerde digitale identiteit. Je kan een subset van jouw gegevens, een beetje zoals in de vorm van Irma, elke keer benutten om in te loggen bij een digitale dienst. Wat ik er heel interessant aan vind, is dat het tegen authentificatielevel zeer hoog kan authentificeren. Waardoor het eventueel, als je bij wet kijkt, ook in dat persoonsdomein geschikt zou zijn. En dan zou je dus naar een identificatiedienst kunnen, die zowel in het persoonsdomein als in het zorgaanbiederdomein consistent is. Waar ik heb er nog niet goed over doorgedacht, maar dat zou wel iets makkelijk zijn natuurlijk. Hè? Dat je dan beide, eigenlijk het hele brede stakeholderveld, dezelfde identificatiemiddel geeft. Maar goed, ik vroeg me af of er serieus naar was gekeken. Even om heel transparant te zijn, ik weet dat notaris idee gebruikt Philips patenten. Ik ben dus van Philips, voor de mensen die later in zijn gelogd. Ja. Maar ik kan daarom ook wel makkelijk achterhalen, zeg maar, wat de status daar nu van is enzovoort. Ja. En, misschien is het nog ook een dienst die in dat, ik meen te zien dat Vincent besprak, dat een soort van landelijke bijeenkomst waarin verschillende identificatiemiddelen tegen het licht worden gehouden. Misschien is het interessant om die erbij te zetten, vanwege dat hoge authenticatieniveau. Ja, absoluut, voor die conceptuele sessie. Dus niet ja, voor precies, voor de conceptuele sessie. Ik weet niet of het voor de technische sessie relevant is, maar wel voor de conceptuele sessie, denk ik. Daar is juist het idee inderdaad dat we ook partijen zoals Cleverbase, die dit ook in Nederland aanbiedt, ook bekend. Ja. Juist meer ons richten op wat is er en laten we met z'n allen vooral duizend verschillende appjes gebruiken, maar die patiënt naast DigiD iets aanbieden wat we in de zorg, waar we achter staan. Iets verschillende middelen wel even langs ons manifest blijven leggen. Ja. En dat wordt natuurlijk al snel lastig als er maar één partij is die het aanbiedt en dat is een commerciële partij en die vragen daar een bepaald bedrag voor. Dan zit het toch al. Maar dat is niet helemaal hetzelfde, want kijk, uiteindelijk, Irma is dus een, zoals ze echt het ook al wel terecht opmerkt, is een transportmiddel van een stukje van die identiteit. En dat is helemaal gebaseerd op een keten. Dus hoe je dat attribuut. Marcel die neemt afscheid, zie ik. Ja, inderdaad. Ik denk dat het heel complementair is. Je hebt nog steeds zeg maar, middelen nodig om jezelf te kunnen identificeren bij een bron van die bouwblokjes, hè, van Irma. En daar is natuurlijk heel jammer dat op dit moment de overheid geen, hoewel dat niet terecht is, hè, de overheid is zelfs verplicht om een alternatief aan te bieden, maar geen alternatief aanbiedt buiten DigiD. Vandaar dat ik ben het wel eens. Het is complementair aan elkaar. Ik denk dat je de combinatie juist nodig hebt van van een sterk hoog authenticatie-identificatiemiddel en een concept als Irma. En je hebt ook Key en je hebt allemaal van dat soort meer privacy by design-achtige principes. Dus, ik denk ook inderdaad. Als die persoonlijke attributen er veilig in komen te staan, maakt het niet uit als het door wat komt. En het mooie vind ik zelf wel, en dat klemmen we ook al een beetje, maar er zijn dus verschillende bronnen en die identiteit is één bron, maar bijvoorbeeld een deskundigheid of ik werk bij dit bedrijf of ik heb een machtiging van iemand, dat zijn in principe attributen die je zou kunnen verzamelen bij andere bronnen. Dus volgens mij is dat het leuke van Irma, is dat je dus die verzameling aan kan hebben en dat het online is. Dus in principe hoeft een notaris ID of een Cleverbase of je DigiD niet te weten waar je op dat moment die attributen aan het uitgeven bent. En dat is denk ik de elegantie van zo'n systeem dat ertussen zit. Ik kan hem heel even aanvullen.
Ja, volgens mij vanuit die concept, een discussie die we eerder al gehad hebben. En die waarschijnlijk ook voortgezet gaat worden in zo'n conceptuele bijeenkomst. Wat heel goed is. Ja, misschien volgens mij draagt het even af van de kerk en paal. Goed ingegrepen, Wout. Wout is onze notaris hier van. met jullie gaat hier nog ruimte voorkomen, zowel in techniek als conceptueel, om over te sparren met elkaar. Het leeft het onderwerp, volgens mij is het een mooie conclusie. Ja. We vinden er allemaal wat van, we vinden het belangrijk, dat is top. We willen inderdaad omwille van de tijd graag even door nog naar het ene laatste onderwerp. Namelijk de kick-off van het volgende onderwerp voor Nuts. Waar we ook allemaal heel enthousiast over zijn. Precies, en wat we ook graag met jullie zal ik het weer delen en bespreken. Ja, dat kan. Hartstikke idee. Die zijn Max en links, denk ik. Volgens mij zien anderen dit al. Ja, echt. Jullie zien iets van tekst op beeld. Ja, als het goed is, heb je het ook. Juist. Nou, met Nuts proberen we dus de basislaag in het landschap proberen we te borgen. Hè. Dus niet zozeer die applicatie of die flow, die uitwisseling van data als zichzelf. Maar echt is die, hoe identificeer je de persoon? Dus dat hadden we daar net al over. En de volgende punt is eigenlijk, nou ja. Wie mag dan wat? Met wie, ja, over wie mag ik dan eigenlijk met elkaar informatie uitwisselen? En daarom willen wij een toestemmingsregister ontwikkelen vanuit de markt. Nou, komt een kleine recap, die had ik al in staan. Wat kunnen we nu eigenlijk met IRMA? Met IRMA kunnen we dus die attributen verzamelen die we net al over hadden. Dus dat zijn dus bijvoorbeeld ID en ID attributen, maar dat zou ook eventueel uit de basisadministratie kunnen of een andere bron. AGB-attributen waarmee we dus de organisatiestructuur in beeld kunnen brengen. Dus een huisartsenpraktijk met verschillende aangesloten huisartsen. BIG-registraties, waarin we ook een deskundigheid en ook nog een actuele status. Is iemand nog gevoegd? Nou, ik kwam net eigenlijk wel even voorbij het UZI-register, waarbij we dus ook niet mensen zonder AGB-code of BIG-registratie toegang kunnen bieden. Dus daar zijn we natuurlijk zelf ook nog aan het zoeken. Op dit moment hebben we een prototype met het AGB-register. We weten niet of dit de beste mogelijkheid is, dus we willen ook eigenlijk graag die andere partijen attributen laten uitgeven. Op die manier bouwen we natuurlijk uiteindelijk toe naar een construct met wat het beste werkt. En de vraag is eigenlijk, wat kunnen we nou eigenlijk doen met dat IRMA? Dus nou, we kunnen een persoon identificeren, we kunnen deskundigheid valideren, we kunnen een organisatielidmaatschap valideren. Dus, en we kunnen eventueel dingen ondertekenen met een set van attributen. Dus we kunnen zeggen, nou, een arts moet hier iets digitaal ondertekenen. Nou, dat kunnen bijvoorbeeld stukjes data zijn of letterlijk echt contracten. En dat stelt ons. Steven, mag ik een vraag stellen? Zeker. Want die eerste bullet op je vorige slide, daar moet je me even bij helpen, want ik heb de indruk dat dat niet zo is. Ja, binnen een context, Bert. Ja, precies, maar dat is wat anders dan een persoon identificeren. Kijk, de vraag is natuurlijk hoe identificeer je iemand, maar er zitten een aantal attributen die je dus via veilig transport, hè? Dus iemand is ingelogd in op een hoog substantieel plek waar hij die data heeft gekregen. Dus dat kan via notaris zijn, zo'n attribuut, maar dat kan ook via ID dat er nog meer IDIN kunnen zijn. Dus dan hebben we dus een persoon die heeft zich kenbaar gemaakt, die krijgt op zijn telefoon die attributen. Vervolgens is dat beveiligd met een aantal beveiligingsstappen rond een pincode en vervolgens geeft die weer af. Dus op die manier hebben we een veilige keten en weten we dus dat als we zo'n notaris bijvoorbeeld kunnen vertrouwen, dan weten we in principe ook dat we, als hij die attributen weer afgeeft aan een omgeving, als ons een portaal of je ECD, dat dus die persoon is. Dus dat is de manier hoe je iemand identificeert. Ja, maar is dat nou wel feitelijk zo? Want het is niet voor niks zo van dat die andere middelen ook iets in zich hebben om juist hetgeen wat je daar krijgt en wat je weet met elkaar te combineren. En het feit dat je dat IRMA daar een attribuut van kan maken, wil niet zeggen dat je daarmee 100% gegarandeerd die persoon identificeert, volgens mij. Nou, kijk, elke stap kan er bijvoorbeeld iets misgaan. Hè? Dus iemand zou bijvoorbeeld kunnen inloggen bij DigiD met gebruik staan wachten van iemand. Dus dat kunnen we voorkomen door bijvoorbeeld DigiD steeds veiliger te maken of andere identificatieoplossingen te kiezen, zoals Cleverbase of Notaris ID of nog iets anders. Dus ja, maar dan kom je op de discussie op welk niveau. Want als jij zegt DigiD, daar heb je verschillende niveaus in. Maar volgens mij is iedereen het er inmiddels ook wel over eens dat die niveaus allemaal nog onvoldoende zijn om op het niveau zeer hoog te komen. Wat randvoorwaarde is om medische data uit te mogen wisselen met elkaar.
Ja, dus daar moeten we zorgen dat die input het begin van die keten zo veilig mogelijk is. Daarom worden we terecht worden de vraag gesteld van kunnen we geen andere bronnen dan DigiD gebruiken. Ja, maar dan blijf ik nog steeds met de vraag van, als, stel dat er een andere bron zou zijn die wel die identificatie doet op dat niveau. Ja. Is het dan zo dat als ik daar een attribuut van maak en ik geef dat attribuut aan Irma, wie garandeert mij van dat het dan zo veilig is dat ik dat andere, dat van het oorspronkelijke register, niet meer nodig heb? Ja, dat is de opzet van de cryptografie die, en de papers die aan de basis liggen van Irma. En dat is denk ik een vraag die je beter kunt stellen aan onze vrienden van de Privacy by Design Foundation of van de Radboud Universiteit. Ja, ja. Die we binnenkort gaan. Daar kan ik je inhoudelijk geen antwoord op geven. Uiteindelijk gaat dat... Maar laten we die dan parkeren, dat vind ik prima. Maar dat zou ik wel graag goed willen snappen. Dus, ja. Okay, dus je bent geïnteresseerd in dit geval in de onderliggende techniek waardoor Irma kan garanderen dat het attribuut wat is uitgegeven door een vertrouwde partij ook uiteindelijk bij onze software terechtkomt. Is dat eigenlijk de vraag? Want normaal gesproken gaat het over certificaten met een private en een public key. Ja, als dat het attribuut wordt, dan snap ik het. Maar als iets anders het attribuut wordt, dan wordt die volgens mij lastig. Ja, nou, er zit inderdaad een vergelijkbaar concept in. En misschien is het inderdaad goed om dan iemand van de Privacy by Design Foundation daar ons een keer een technisch verhaal te geven. Dus echt inderdaad, hoe werkt dan die cryptografie aan? Ja, wat je eigenlijk ook nog wil is, maar dat kijkt natuurlijk naarmate iets populairder wordt, dat er andere partijen zijn met zeer veel deskundigheid die zeggen dat dit veilig is. En dus je kan alle wiskunde uitleggen die erachter zit, maar je vertrouwt pas als het gecertificeerd is door een andere partij. Daar komt het natuurlijk op. Ja. Ik denk dat het interessant is om te kijken of we halverwege ergens daar kunnen eindigen. Zonder dat we direct de wiskunde ingaan, maar wel zeg maar met het concept van welke sleutel heeft waar en hoe staan je iets, hoe valideer je iets. Maar wat er grofweg op neerkomt is dat er een soort boom is, een boomstructuur met net als de certificaten van HTTPS-websites. Die wordt beheerd door de Privacy by Design Foundation. En er zitten dus een leven aantal public keys en een aantal private keys. De private keys, met de private key wordt zeg maar, zo'n attribuut ondertekend. Dus dan weet je dus dat die uit is gegeven door een partij, zeg maar. Die waarvan de private key zeg maar komt. En vervolgens heb ik dat attribuut geef dan bijvoorbeeld af. En dan kun je met de public keys, die verspreidt dan over het netwerk, kun je die in die tijd van die server weer valideren. Dus dat is grofweg de mechaniek erachter. Hoe laat dit nou de toestemming geven? Ja, dat is een goede vraag. Want namelijk, kijk, hier zitten we zitten eigenlijk bij het eerste bolletje. Persoon X heeft de bevoegdheid huisarts, dus we kunnen niemand identificeren. Dat is dan persoon X. We weten wat zijn bevoegdheid is, die op het PIF-register. En is onderdeel van een organisatie, namelijk het gezondheidscentrum. Dat weten we bijvoorbeeld via de AGB. Dus we hebben ID in AGB en de bevoegdheid PIF. En nou is eigenlijk de volgende vraag. Patiënt Y geeft toestemming aan persoon X. Dus een patiënt aan een persoon of het gezondheidscentrum of misschien wel een hele groep deskundigen, aan huisartsen, om zijn gegevens in te zien. Dus, je mist nog van organisatie Z. Dat is het gezondheidscentrum. Nee, gegevens van waar? Waar? In te zien, inderdaad, van bijvoorbeeld, dus om het heel concreet te maken, ik geef mijn huisarts toestemming om in het ziekenhuis te bekijken. Nou, en dat is nu de grote vraag, op basis van wat mogen we eigenlijk die informatie uitwisselen. Wat je ziet is dat in verschillende systemen worden nu in vorm van vinkjes of documenten of gescande zaken, vragenlijsten, wat vaak vastgelegd. Het landbeschakelpunt heeft een vinkje, veel ECS-systemen hebben een soort documenten waarin dat dan wordt gedaan. Bij ons in het systeem hebben we ook verschillende plekken waar iemand een vinkje kan zetten. En dat was al heel fijn, hè, dat we dat in ieder geval op juridische gronden hebben we dat dan goed geborgd. Alleen onze technische systemen hebben dus geen weet van deze vinkjes en deze documenten. En wat we dus nu tegen elkaar vaak zeggen is, nou ja, ik ga ervan uit dat jij dit verzoek doet bij ons, dat jullie systeem die toestemming goed hebben geregeld. Eigenlijk willen we daar vanaf. Dat is eigenlijk dat gewoon onze uitwisselsystemen, dat de basis in het netwerk, gewoon hier de validatie van uit kan voeren. En dat geeft het dan is het dus nodig om daarom gewoon een uniforme manier van toestemming vast te gaan leggen. Dan wil ik eigenlijk ook eventjes terug naar het manifest wat we hebben. Wij kunnen niet helemaal zien, want er staan een aantal plaatjes door. Maar
Ik weet niet of jullie het allemaal goed hebben gelezen. We hebben dus acht standpunten in het manifest waar we zeggen, nou, daar moeten we onze technologie aan voldoen. En ik heb die standpunten even omgeschreven naar het toestemmingenregister. Dus om te beginnen bij punt 1. Kijken, het moet beheersbaar blijven. Dat is een beetje de samenvatting. En het vastleggen van toestemming is een middel tot betere zorg, geen doel op zich. Dus het is denk ik belangrijk om niet een heel, om daar iets voor op te tuigen, maar dat het in het netwerk zit. Maar de patiënt staat centraal bij ons, dus die moet in ieder geval wat controle en inzage hebben over de actuele toestand. Even de wettelijke uitzonderingen daar gelaten. Zien de verantwoordelijkheid we leggen niet de verantwoordelijkheid bij de leverancier of de zorginstelling, want die zegt niet vaak van ja, ik wil eigenlijk niet met jou uitwisselen of met jou uitwisselen, dat vind ik ingewikkeld. Dat heeft vaak te maken met contracten die moeten worden geregeld en dat ze verantwoordelijkheidsgevoel erover hebben. Wat wij willen doen is dat de patiënt gewoon zegt deel met het ziekenhuis of dat mag. En dat de zorginstelling zegt, nee, weet je, als jij dat wilt, dan moet je dat doen. Even kijken, dus we vinden het belangrijk dat er dus niet een partij in het leven wordt geroepen om toestemmingen te gaan beheren. Dat betekent dat er gewoon weer een kantoor ergens moet worden neergezet en een functionaris geeft het weer en iemand in de telefoon. En dat je dus uiteindelijk daar gewoon een hele bak met geld kwijt bent. Maar we willen dat eigenlijk... We willen eigenlijk gewoon neerleggen bij onszelf. Dus als we pas op de leverancier zelf willen, we gewoon iedereen op de nood kunnen draaien. En dat voor onze klanten dat we dat gaan regelen. Dus we maken gebruik van het gedistribueerd netwerk. Nou, we maken natuurlijk ook gebruik van open standaarden. Dat is punt 5. Dus er zijn natuurlijk wel heel veel dingen geschreven over toestemmingen. De IAE heeft daar allerlei dingen al over gezegd. Het GTS-programma van volgens mij de Nixus. Daar zal ik hier later nog over meer over zeggen. En open standaard wat betreft het uitwisselen van gegevens. Dan zouden bijvoorbeeld een gedistribueerd platform als Sankora van de M3 kunnen gebruiken. Als je er eigenlijk meer over willen weten, dan kunnen we daar nog eindeloos over doorpraten, denk ik. Punt 6 is privacy by design. Dus door de data gedistribueerd te maken, weet alleen de betrokken nodes af van wie er wat zeg maar, toestemming heeft gegeven. Dat is denk ik heel belangrijk om dus niet één database neer te zetten, want daar kun je natuurlijk heel vaak afleiden. Een voorbeeldje, de visio hoeft niks te weten van GPZ, de behandelplaatsen. Security by design. Dus alleen de nodes met de juiste certificaten en de toegang tot het netwerk. De data staat op zo klein mogelijk aantal systemen. Door de data te verdelen kun je niet één node hek alle toestemming achterhalen. Uiteraard worden de gegevens versleuteld opgeslagen. Als laatste hebben we het punt van de cryptografische basis. Dus alle transacties zijn ondertekend door uniek te identificeren personen. Nou, het mooie van Irma kun je dus dingen mee ondertekenen. Dus dat betekent dat in principe elke transactie, elke regel in het systeem is terug te leiden tot een individu. Nou, en zo is het dus onmogelijk ook om ongemerkt aanpassingen te maken aan bijvoorbeeld de toestemming door een hacker of een goedbedoelde systeembeheerder binnen van een helpdesk of zo. Wat we heel belangrijk vinden is dat we niet het systeem zeg maar, tot 100% proberen uit te modelleren en het dan pas te gaan maken. Want dan zullen we merken dat er heel veel uitzonderingen zijn en heel lange discussies ontstaan. Dus we willen incrementeel ontwikkelen. Het belangrijkste is voor ons om eigenlijk eerst een proof of concept te maken voor de 90%. Dus we hebben een soort basissituatie bedacht waarin we dus een patiënt hebben, bijvoorbeeld een huisarts en een ziekenhuis. En die patiënt die geeft dus bijvoorbeeld de huisarts toestemming om in een ander zorgsysteem, bijvoorbeeld een ziekenhuis of een zorginstelling, gegevens in te zien. Mag ook allerlei andere configuraties zijn, maar weet dat het in ieder geval, dit zijn zeg maar de basisrol. En we hebben een aantal use cases gedefinieerd, waarbij bijvoorbeeld de patiënt mondeling toestemming geeft aan een huisarts om bij het ziekenhuis gegevens in te zien. Ik denk dat dit een hele veel voorkomende case is. Dus je zit bij de huisarts, die zegt, mag ik bij jouw ziekenhuis of thuiszorginstelling die data inkijken. Nou, op een of andere manier wordt vastgelegd. We hebben nu de PGO's opkomst. Dus daar kan ik dus ook jouw toestemming geven voor die huisarts en het ziekenhuis. Of de patiënt laat het ziekenhuis weten dat de huisarts erbij mag. En vervolgens hebben we natuurlijk ook het hele intrekkenverhaal. Dus de patiënt trekt de toestemming in via de huisarts of via zijn PGO. Wat we willen doen is
We gaan met als NUS community gaan we gezamenlijk dat gedistribueerde stuk software optuigen. We gaan koppelen met IRMA, we gaan koppelen met registers. Jens had al even het AGB-register, in principe elke register waar wij denken dat dat dus waarom de gegevens uit moet komen. Nou, en dan hebben we een aantal leveranciers die zeggen, nou, dit lijkt ons heel tof om nu te implementeren in hun notes en in de eigen software. Dus ja, denk aan ECD-leveranciers, ziekenhuisleveranciers, HIS-leveranciers en PGO-leveranciers. En aan jullie natuurlijk nu de vraag ook van, nou ja, weet je wel, als je dit heel wat interessant lijkt, een beetje denk aan een soort van proefverhaal en dan leuk. We hebben een tijdpot in gedachten, het moet voor ons niet te lang duren, dus we beginnen eigenlijk nu al een beetje met de concepten te beginnen. En we zouden toch wel in Q1 het proof of concept voor het gedistribueerde toestemmingnetwerk werkend hebben. En Q2 zouden we wat ons betreft gaan integreren met de betreffende systemen. Q3 zou de eerste tests en ook er natuurlijk een evaluatie kunnen plaatsvinden. En wat je dus dan ziet is dat als het maar werkt, weet je dan, als we het hebben geleerd en al die uitzonderingen die we nu even hebben genegeerd, die moeten natuurlijk worden meegenomen in een volgende iteratie. En daar zouden we dan eigenlijk Q4 2019 mee kunnen beginnen. Dan hebben we natuurlijk nog de vraag hoe verhoudt zich tot het GTS programma wat op dit moment draait. Nou, dat is het gespecificeerd. De toestemming structureel is de afkorting van. En dat is onder de wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg. Om dat een beetje handen en voeten te geven. Er staan natuurlijk allemaal hele algemene richtlijnen in waar dat in de zorg aan moet gaan voldoen. Dus het GTS-programma is bezig om dat zeg maar, nou ja, hoe ziet het eruit in een stuk software? Hoe is dat nou haalbaar? Of niet? Wat moet dan zo'n burger allemaal in gaan vullen en snapt hij dat? Dus hun focus is nu vooral, zeg maar, kijk, die wet eigenlijk toetsen. Dat haalbaarheidsanalyse. Ja, ik geloof dat eergisteren al een uitspraak weer over is gedaan, dat het dus misschien wel niet haalbaar is. Dat vertelde Egbert, geloof ik. Maar wat het belangrijkste teken bij eigenlijk is van het programma, is dat er op dit moment geen focus zit op ontwikkeling. En wij als leveranciers hebben wel een behoefte aan een oplossing. Niet in 2020, het is nu al een probleem. Ja, het is nu los van of je aan de wet moet doen straks 2020. Nu willen we gewoon gegevens gaan uitwisselen op basis van toestemming. En iedereen is nu al die vinkjes aan het vastleggen en ontwikkelen. Dat is wel gebruik van de raam. Ja. Dus wat voor mij het belangrijkste is dat we alle kennis die GTS opdoet, dat dat terug moet gaan vloeien dan in de toestemmingregister, maar dat we dus niet gaan wachten op een wettelijke toetsing van de wet, maar dat wij alvast gaan kijken naar een wettelijke invulling hierbij. Ik heb daar wel een vraag over, Steven, want terecht wat je zegt, van er is van de week is daar over gepresenteerd wat de resultaten vanuit dat GTS-programma zijn. En daar is eigenlijk vastgesteld van dat technologisch dat daar niet de verwachting is dat dat tot een probleem leidt, maar dat met name in het gebruik dat daar grote problemen worden voorzien. Er zijn testen gedaan met patiëntenpanels over van of mensen begrijpen van hoe dat de toestemmingsmechaniek in elkaar steekt. En waar ze dan uiteindelijk wel of geen toestemming voor geven. Dat blijkt te complex en te ingewikkeld te zijn. En dat zou wat mij betreft ook wel de vraag zijn die ik dan terug heb naar dit initiatief. Van zolang wij niet weten waar de toestemming op gegeven moet worden en hoe dat precies gaat werken. Kunnen we dan wel een applicatie bouwen? Kun je dan wel software gaan bouwen? Als je je requirements niet helder hebt, kun je volgens mij niet gaan bouwen. Maar misschien zie ik dat verkeerd. Dus mag ik daar wat toevoegen? Ja. We zijn wel redelijk bekend wat er in de wet staat en hoe we dat voor ogen hebben. Wij zijn het daar ook niet helemaal mee eens. Wij hebben zeg maar eigenlijk een beetje onze eigen requirements wat dat betreft opgesteld. Met het idee dat we nog veel specifieker die toestemming gaan vastleggen. En we kijken naar de relatie die een patiënt heeft met zijn zorgverleners. Dus als een patiënt zegt, dit is mijn huisarts en die mag bij mijn gegevens uit dat ziekenhuis, dan ben je nog gespecificeerder dan de wet. En is het volgens mij nog veel begrijpelijker ook. Dat is wel overzichtelijker. Ja, maar dat zou ik dan wel graag ergens met elkaar goed uit willen werken, Wout, van wat we daar nou precies mee bedoelen. Want als je bedoelt van denkend vanuit het netwerk wat je rondom een patiënt formeert met wie zijn de betrokken zorgverleners. Ik denk dat dat een interessante insteek kan zijn. Die suggestie die hebben we ook al een paar keer gedaan naar het GTS-programma van, is dat niet voor een patiënt of voor een burger veel begrijpelijker
dan dat je vraagt van in algemene zin, dan wie geeft je toestemming? Maar dat zou ik dan wel graag als, hoe zeg ik dat, alternatief concept willen snappen en ergens met elkaar willen afspreken. Hoe gaan we dat dan doen voordat we iets gaan maken? Nou, dit is natuurlijk meteen een oproep om in die... Kijk, we zijn in de Q1, dus volgens mij hebben we inderdaad nog echt wel een periode waar we met z'n allen bij elkaar kunnen gaan zitten. En dit soort scenario's uit te werken. Ja, en een ander ding wat we misschien moeten scheiden is... wat voor dingen we opslaan, dus welke toestemmingen we geven... staat in feite ook los van de technische ontwikkeling van hoe we dat gedistribueerd gaan opslaan. Dus ja, dat ben ik met je eens, Tim. Dat technische stuk van opslaan, dat vind ik minder spannend en minder interessant. Wat wel belangrijk is van dat de afgelopen jaren is er natuurlijk al het nodige gedaan aan het vastleggen van toestemmingen. Als je de wet en de politiek volgt, dan willen ze eigenlijk dat er nog veel meer detail en veel meer wordt vastgelegd. En zowel de patiënt als het zorgveld, die zijn eigenlijk helemaal klaar met het vastleggen van al die opties en al die uitzonderingen. Dus zijn op zoek naar een praktisch toepasbare oplossing. Ja, eens hoor. Wat ik bedoel, volgens mij kunnen die twee dingen maar redelijk. Ja. Ik dacht ook mijn ervaring met het AVG-programma, GTS, misschien wel interessant om eens een keer dat alternatief te schetsen als iets wat eigenlijk bij inherent veel meer GDPR-compliant is dan wat GTS voorstelt. Hè. Dus GTS, als je GDPR bij de regel leest, hè, dan gaat het over expliciete toestemming voor een particular purpose, na uitgevoerde dataminimalisatie. Dat gaat eigenlijk haaks tegen die vooraf opgestelde toestemming, zoals GTS het zich voorziet. Volgens mij moet de Nederlandse overheid langzaamaan, ja, groeit dat begrip wel eigenlijk, dat zoals GTS nu is ingericht, niet duurzaam GDPR compliant is. En ik denk dat het heel tof zou zijn als we dat alternatief schetsen, dat we dan eigenlijk ook aangeven dat inherent duurzaam GDPR compliant is. Ja. Eens. Dat is volgens mij een hele slimme set, denk ik, waarmee je het draagvlak snel kan laten groeien, want er steeds meer politici beginnen zich dit wel te beseffen. Ja, helemaal eens. Dus, ja, thanks. Ja. Ik heb nog één slide en daar mist een bullet point. Wie moet er mee met A, het opstellen van de requirements? bouwen van het gedistribueerde netwerk, het integreren met PGO's, dossierhoudende systemen, etc. En uiteindelijk natuurlijk ook het daadwerkelijk testen in het veld. Dus, ik zou jullie willen vragen om daar over na te denken. We hebben volgens mij al een paar interesse getoond in het in ieder geval de requirements nadenken. Dus het lijkt me goed om hier binnenkort een bijeenkomst voor te organiseren. En daar met een paar hele grote whiteboards lekker te gaan afzetten. En wat dan misschien in de afstemming nog praktisch is, zeg maar, dat weten jullie misschien niet, maar we hebben inmiddels een Slack-omgeving voor Nuts. Dat is in de communicatie vaak wel makkelijk. Dus meld je daar dan even voor aan, even uit mijn hoofd, op nuts.nl/community. Staat dat geloof ik dat je Tim Fransen moet mailen. Ja, het lijkt me makkelijk om gewoon te benoemen dat je mij dan dat kunt sturen op tim.fransen@nuts.nl of mag ik nog info@nuts.nl. Dat komt bij mij en bij Mark uit. Dan voeg je toe aan het Slack-kanaal en dan is volgens mij de afstemming wel makkelijker. Ja. Op e-mail. Zijn er nog vragen over dit verhaal? Even kick-off. Nee, helder. Oké, mooi. Super. Dank jullie wel. Hebben we eigenlijk als allerlaatste punt nog eigenlijk een kleine huishoudelijke mededeling. Gaan jullie de agenda misschien wel zien. We zitten nu online, hartstikke leuk met elkaar. En het is steeds meer wisselende samenstelling, dus hartstikke goed. Ik denk ons alleen, en dat hebben we eigenlijk gedaan heel bewust om praktische redenen, hè, dat we niet elke 4 weken het hele land opkosten met z'n allen. Tegelijkertijd merken wij zelf, en misschien jullie ook wel, dat het toch wel prettig is om elkaar wel eens te kunnen ontmoeten. En elkaar in de ogen te kijken en een kop koffie te drinken, inderdaad. Misschien zelfs een biertje. Dus wat hebben we geregeld? Namelijk de volgende meeting, het zal niet over 4 weken zijn, maar over 6 weken, 14 december, wat we staan. En doen we ook in de middag. En we hebben een van de betrokken partijen, Miles & Head, bereid gevonden om dan hun locatie beschikbaar te stellen in Driebergen. Dus dat is ook misschien wel op de reis voor iedereen. We zouden het leuk vinden als jullie daar dan ook bij zijn, dan wel jullie collega's die dan op dat moment kunnen. Dus even
Op 4 weken, nogmaals, is er dus geen meeting. En over 6 weken, 14 december, dus op vrijdag, in de middag, ik heb uit mijn hoofd vanaf 2 uur, maar het staat al in de kalender op de website. Oh ja, meld je daar even voor aan. Dat is omdat, voor de catering. Dus meld even aan dat je erbij bent en met hoeveel personen, dan kan Maals en Het even rekening houden met eten en drinken. Waar kunnen ze zich aanmelden? Iedereen kan zich aanmelden bij mark.wierink@nuts.nl. Of info. Hè. Of blijkbaar ook info@nuts.nl. Het is een soort catch-all voor alles wat je kwijt wil doen. Which is awesome. Alright. Rondje. Concluderen we hiermee de meeting. Maak even een rondje. Rondje. Ik heb geen vragen. Steven? Nee. Ik ook niet. Pieter Bos? Iemand anders? Steek mijn hand op. Nee. 30 november gaat dus niet door. Sorry? 30 november gaat dus niet door. Exact. Oké. Remco? Nee, niks toe te voegen. De eerste keer dat ik deelnam, erg nuttige onderwerpen en leuke, ja, leuke gedachten van iedereen. Dus ik heb van genoten. Dankjewel. Cool. Nou, dank voor je feedback. En ik hoop dat we elkaar in ieder geval 14 december zien. En hopelijk ook al daarvoor misschien bij de workshop. Ja. Top, dank voor jullie tijd, aandacht. En, er zijn geloof ik ook 2 mensen alweer. Ja, de andere mensen hadden om 11 uur andere meeting. Dus ja, die kijken later terug. Ik zou zeggen, fijne dag nog allemaal. En alvast een fantastisch weekend. Tot de volgende keer. Ja, moet ik erop. Ja, hoi, hoi. Oké, hoi. Hoi, hoi.